Hoofdstuk 7, deel 1. De aanklacht. Naar welke rechter ga ik? Van officier naar rechter. Wanneer de officier van justitie besluit om iemand te vervolgen, dan wordt deze persoon gedagvaard. Hij krijgt dus een dagvaarding thuis waarin staat waarom, wanneer en waar je voor de rechter moet verschijnen. Zo ziet zo'n dagvaarding eruit. Waar dus duidelijk op vermeld staat, datum, tijdstip, enzovoort. Maar naar welke rechter ga je eigenlijk? Een verdachte komt als eerste vaak bij de rechtbank terecht. Eigenlijk komt hij altijd bij de rechtbank terecht. Gaat het om eenvoudige zaken, dan kom je bij de enkelvoudige kamer. Daar zit dus één rechter. Gaat het om moeilijkere zaken, dan ga je naar de meervoudige kamer van de rechtbank, waar dus drie rechters zitten. Als deze rechters een uitspraak doen, en je bent het dus niet eens met zo'n vonnis, kun je in hoger beroep gaan. Hoger beroep wordt bij een gerechtshof gedaan. Vind je ook dat het gerechtshof bepaalde fouten heeft gemaakt, kun je daar nog weer in protest tegen gaan. Dat noem je in cassatie gaan. En dat doe je bij de Hoge Raad. Er zijn in Nederland 19 rechtbanken en 5 gerechtshoven. De 5 gerechtshoven zijn Leeuwarden, Arnhem, Den Bosch, Amsterdam en Den Haag. De Hoge Raad der Nederlanden, de hoogste rechtbank in Nederland, hebben we er één van. Je kunt deze vinden in Den Haag.